Hallo allemaal. Vandaag is het Bamboedag, Internationale Bamboedag. Ja, bamboe. Hoe ziet bamboe eruit? Laten we eens bamboe tekenen. Ja, dat is dat. Ze zijn die stokken. En met die gekke puntbladeren. En volgens mij vinden panda's bamboe erg lekker. Maar laten we het eens gaan tekenen, bamboe tekenen. Doe je mee? Ja, hoe ziet bamboe er nou ook weer uit? Ja, het zijn lange stokken eigenlijk, hè? Of tenminste stammetjes. Maar er zit steeds zo'n ring in, zo'n stammetje. En dat doet hij net zo'n beetje naar buiten zo. Dat is misschien wel een goede manier om bamboe weer te geven. Ik kan er één of twee lijntjes zetten. Nou, zit hier dan ook gelijk wel wat schaduw. Moet ik zo doen. Zo. Mag sowieso wel schaduw op, hè? Dus je kan hem ook zo doen. Aan de ene kant dat meer schaduw heeft. Zo'n bamboestok. Ja, en de blaadjes van de bamboe, dat is natuurlijk ook weer een dingetje. Nou, heel veel van die stokken zo. Je kan ook het snel weergeven, bamboe. Allemaal zo van die sprieten zo. En als je dan zo doet, dan weet iedereen ook dat je bamboe bedoelt. En dan heb je van die blaadjes, die zijn allemaal zo wat langwerpig en puntig. Dus je hebt ook gelijk het idee, als je dit zo tekent, daar wordt bamboe bedoeld. En panda's die zijn er gek op die bladeren van die bamboe, en ook op de stengels trouwens. Dat zijn die witte beren. Die zien er heel lief uit. Maar zijn levensgevaarlijk natuurlijk. Ik zou er tenminste niet mee gaan knuffelen als ik jou was. Bamboe. Van bamboe worden ook meubels gemaakt. Van bamboe wordt tegenwoordig heel veel dingen gemaakt. Schaaltjes, borden, bestek. Het is natuurlijk milieuvriendelijk. Bamboe. Ja, nou ja, als je zo'n struik hebt of een plant hebt, dan is het allemaal van die bossen zo, met allemaal van die blaadjes. Langwerpige blaadjes. Eigenlijk hebben ze ook nog, eigenlijk zijn ze zo meer een puntje eraan. En met bamboe moet je altijd wel uitkijken dat het niet heel je tuin overwoekert. Want het kan ook werken als een soort onkruid. Dus dan, als je eenmaal bamboe in je tuin hebt staan, dan moet je het een beetje bijhouden. Want anders heb je binnen de kortste keren heel je tuin vol bamboe staan. Het kan natuurlijk zijn dat je dat mooi vindt, hè? Een bamboebot in je tuin. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met bamboe en dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen.